Hallo iedereen en welkom op ons kanaal van ATech voor een nieuw onderwerp. Vandaag gaan wij u vertellen over een revolutionaire ontdekking. Het blijkt dat de grote geesten van de wereld hebben gewerkt aan de zogenaamde nanotechnologie. U hebt er misschien al over gehoord in de media, maar we worden momenteel geconfronteerd met een reële bedreiging. Wetenschappers schatten dat meer dan 2/3 van de wereldbevolking tegen 2025 geen toegang meer zal hebben tot drinkwater. Dit is voornamelijk te wijten aan de opwarming van de aarde. Maar onze onderzoekers hebben misschien de oplossing voor dit probleem gevonden. Nanotechnologie voor zoet water. Hoe is dit mogelijk? Laten we beginnen. We zijn allemaal afhankelijk van water. In feite bestaat 65% van ons lichaam daaruit. Maar sinds onze geboorte beschouwen we deze bron als vanzelfsprekend. We denken dat het onuitputtelijk is, terwijl het in feite het tegenovergestelde is. Wereldwijd dreigen droogte en watertekorten, maar hoe komen we deze tijd door? Er is misschien een sprankje hoop. Maar voordat we daarin duiken, laten we eerst even inzoomen op deze wereldwijde watercrisis. Zoals we allemaal weten, heeft de klimaatverandering haar tol geëist. Bijna alle regio's in de wereld hebben te maken met verrassend hoge temperaturen. Het resultaat is zichtbaar. Sommige rivieren en meren verdampen en verdwijnen beetje bij beetje. Bovendien is er een gebrek aan neerslag. Op de meeste van deze plaatsen valt onvoldoende neerslag, of het tegenovergestelde. Met veel verdamping wordt de neerslag zeer zwaar, tot grote gebieden onderlopen. En de gletsjers die de polen beschermen smelten. Activisten en wetenschappers luiden al lang de noodklok over dit probleem. En er is meer. De huidige bevolkingsgroei maakt de situatie nog erger. Hoe meer de bevolking groeit, hoe groter de behoefte aan water. En dan hebben we het niet alleen over persoonlijke consumptie. We moeten ook rekening houden met de industriële en agrarische revolutie. Want de berekening is eenvoudig. Hoe meer mensen er zijn, hoe meer werk de agrarische en industriële sector zal hebben. En deze sectoren verhogen de vraag naar water nog meer. Het blijkt dat bijna 70% van ons wereldwijde waterverbruik afkomstig is van de voedselproductie. 22% gaat naar industrieel gebruik en slechts 8% naar huishoudelijk gebruik. Maar ook hier zouden onderzoekers ons kunnen redden met hun ingenieuze ideeën. Een oplossing is om het zoute water uit oceanen om te zetten in drinkwater. Maar wordt het niet al gedaan, zult u zich afvragen. En u heeft volkomen gelijk. Nog niet zo lang geleden probeerde de mens de oceaan te exploiteren als drinkwaterbron. Wat volkomen logisch is gezien de enorme omvang. De oceaan beslaat 70% van het oppervlak van onze planeet. Een volume van 1,37 miljard kubieke kilometer water. Stelt u zich voor dat dit project zou slagen? Wij, onze kinderen en al onze nakomelingen zouden onbeperkt toegang hebben tot schoon water. Maar in al die tijd en in verschillende pogingen is niemand in staat geweest om met een levensvatbaar langetermijnresultaat te komen. Maar de komst van de nanotechnologie brengt een sprankje hoop op dit gebied. Voor wie het niet weet, nanotechnologie wordt gebruikt bij onderzoek op microscopisch niveau. Het wordt gebruikt om materialen en voorwerpen te produceren die zichtbaar zijn voor het blote oog. Men zegt dat ze 1000 keer kleiner zijn dan een menselijk haar. Het gebruik ervan is niet nieuw. Het is te vinden op vele gebieden, zoals de vervaardiging van elektronische apparaten of kleding. Maar ook in cosmetica en voedingsmiddelen. De toepassing ervan in het wateronderzoek is de afgelopen 40 jaar toegenomen. Nu water steeds schaarser wordt, wennen de meeste bedrijven zich tot deze technologie. Maar hoe kan het echt helpen? Er zijn vele effectieve methoden om schoon, drinkbaar water te verkrijgen. Elk met zijn eigen voor- en nadelen. Eén daarvan is omgekeerde osmose. Tot nu toe lijkt het meest effectief. Omgekeerde osmose filtert onzuiver of zout water. Het proces vangt onzuiverheden in het water op, zodat alleen watermoleculen kunnen passeren. Hiervoor wordt hydraulische druk gebruikt. Dit dwingt het water door een semi-permeabel membraan te stromen. Dit houdt de deeltjes tegen die eerder in het water zaten. Het is het drukverschil dat de doorgang verhindert. De efficiëntie en snelheid van de filtratie is afhankelijk van het materiaal dat voor het omgekeerde osmosemembraan wordt gebruikt. Vaak wordt een membraan van cellulose, polyamide en polysulfon gebruikt. Omgekeerde osmose kan de meeste deeltjes uit het water filteren. Het kan de hardheid verminderen en ongewenste onzuiverheden verwijderen.
onzuiverheden zijn onder meer sulfaat, kalium, kwik, virussen en allerlei soorten bacteriën. Maar tegen welke prijs? Deze fabrieken produceren veel CO2. Bovendien produceren ze 2 liter pekel voor elk liter water. Deskundigen hebben daarom geprobeerd een beroep te doen op de nanotechnologie. Een nieuwe studie onder leiding van Dr. Wu werd uitgevoerd door een team van het Koreaanse Instituut van Burgerlijke Bouwkunde en Bouwtechnologie. Het beschrijft een methode om zeewater te zuiveren met behulp van een nanovezelmembraan als zoutfilter. Wetenschappers hebben in het verleden gebruik gemaakt van membraandestillatie. Maar ze worden altijd geconfronteerd met een groot obstakel dat het proces vertraagt. Als het membraan te nat wordt of volloopt, kan het zout niet meer afstoten. Het is belangrijk om te merken dat dit een tijdrovend proces is. Het dwingt de wetenschappers te wachten tot het droog is. Of om aanvullende oplossingen te vinden. Bijvoorbeeld door perslucht te gebruiken. Zo kunnen ze het opgesloten water uit de poriën vrijmaken. Om dit probleem op te lossen, maakt het Koreaanse onderzoeksteam gebruik van nanotechnologie, elektrospinning genaamd. Zij creëerden een driedimensionaal membraan. Wetenschappelijk gezien gebruikten zij polyvinylideenfluoride, cohexafluorpropyleen als kern. En om het membraan te maken gebruikten ze een silica aerogel, die ze mengden met een lage concentratie polymeer. Het membraan heeft dus een superhydrofoob oppervlak. Dit resulteert in wezen in een filter met een hogere oppervlakteruwheid en een lager warmtegeleidingsvermogen. Tijdens de test was het team van Dr. Wu in staat de membraandistillatie gedurende 30 dagen vol te houden. Gedurende deze 30 dagen behield het membraan van elektrogesponnen nanovezels zijn vermogen om 99,99% van het zout in het zeewater te verwijderen. Dit is een veel langere looptijd dan andere elektrogesponnen nanovezelmembranen in eerdere studies. In deze test bereikten zij een tijd van minder dan 50 uur met een hoog stoomdebiet. Deze unieke eigenschappen zijn vooral te danken aan de lage glijhoek, maar ook aan het lage warmtegeleidingsvermogen. Dit helpt ook om problemen met thermische polarisatie te voorkomen. Door zijn unieke eigenschappen blijft het membraan lang doeltreffend. Het veroorzaakt geen problemen met bevochtiging en aangroei. Deze nanotechnologie kan ook traditionele waterzuiveringstechnologieën verbeteren en optimaliseren. Door het gebruik van geavanceerde filtermedia vermindert deze methode de behoefte aan middelen. Het elimineert chemische processen in hoge mate. Maar het heeft ook het potentieel om de behoefte aan infrastructuur en energie in de waterzuiveringssector te verminderen. Bovendien biedt nanotechnologie meer mogelijkheden voor hergebruik, recycling en ontzilting van water. Deze mogelijkheid blijft ook op het gebied van de landbouw belangrijk. Het proces zou minder water kunnen verbruiken. Deze technologie kan dus een reële bijdrage leveren aan de oplossing van het zoetwatertekort in de wereld. Maar is het te vroeg om te zeggen of nanotechnologie op lange termijn negatieve effecten kan hebben op onze gezondheid of zelfs op onze planeet? Alleen de wetenschap en de toekomst zullen het uitwijzen. Dat is het mensen, we komen aan het einde van onze video. Als je ons onderwerp van de dag leuk vond, geef ons dan een blauw duimpje omhoog. Laat gerust in de comments suggesties achter voor ons volgende onderwerp. Als u nieuw bent op het kanaal, abonneert u zich dan. Activeer de notificatiebel om als een van de eerste onze volgende video te zien. We zien u binnenkort weer op ATEC.